Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij een nieuwe XCOM-derdag. We gaan verder in XCOM 2 War of the Chosen en we hebben aardig wat voor de boeg. Sterker nog, volgens mij gaan we nu de Black Sides ontdekken. We hebben nog steeds die bond die we vorige week ook al hadden, maar we gaan door naar de command quarters, want we hebben een cutscene. Sure, let's go. Hello, Commander. Hello. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. I never should have trusted them. One exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. Door te schuilen als een pussy. Operatives that provided the intel leading to your recent extraction. Oh, okay, dat claimt hij dan weer wel. Resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. WikiLeaks. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site. Okay, kijk, daar heb je het al. Exact location remains unknown. Time is short, Commander. En er zijn er pokkenveel op de aarde. Charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells. Dit is al drie keer dezelfde wereld volgens mij, maar whatever. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Het mooie aan die guy is dat hij gewoon opdrachten geeft, maar verder nooit echt vertelt wie of wat hij is. Dus van, oké, sure, dan ben jij mijn baas. Bij gebrek aan beter. En we gaan naar de bridge, want we gaan die black site denk ik zo snel mogelijk opsporen. The councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Okay, kijk, hier komt het hele gebeuren in dat we de hele wereld moeten gaan bevrijden door overal contact te maken met de resistance. Maar volgens mij moeten we daar wel eerst nog het een en ander voor onderzoeken met Tigen. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Oké, kijk, hier zijn dus onze opdrachten voor de komende weken, zouden we kunnen zeggen. We moeten die black site op een of andere manier onderuit zien te halen, maar daarvoor moeten we eerst wat contact leggen. En ja, inderdaad, daar moeten we dus resistance communications voor onderzoeken. Ik denk dat we dat zo mogen doen, maar volgens mij had ik vorige aflevering nog wel iets ingesteld bij Tigen. Dat ik wel heb gezegd van, hey, ga hier even aan werken terwijl ik deze tutorial afmaak. Of nou ja, we hebben de route gekozen waarbij je meer moeite doet om alles te leren, waarbij ze alles even uitleggen. Dus er is iets minder vrijheid. Commander. Normaal had ik nu ook al nieuwe rookies erbij kunnen maken of zo, maar dat kan dus nou niet. Dus nu moet ik ze scannen van het spel. Sure, laten we scannen voor rookies. Oké, ja, kijk, Tigen was dus bezig met modular weapons. Dat wil zeggen dat we wapens kunnen upgraden. Wat wel zo fijn is, want we hebben al een aantal attachments gevonden in de loot die we de afgelopen afleveringen verzameld hebben. En hij kan pistols verbeteren met een breakthrough. Even kijken, want wat we dus moeten doen is, we moeten voor de main verhaallijn moeten we deze officer autopsie doen. We moeten de resistance communications ontdekken. Maar in de tussentijd is er wel een breakthrough om in 5 dagen betere pistols te krijgen. Ik vind dat eigenlijk wel sexy, dus laten we die pakken in de tussentijd. We moeten toch nog wat scannen voordat de game ons verder laat gaan. In de tussentijd kijk ik even naar wie we allemaal hier hebben. Wester is nog steeds lightly wounded. Ik ben een klein beetje... Oh, ik ben heel lang wounded. 14 dagen. En we moeten even wat meer rookies erbij krijgen. Wat meer vrienden van Gamersnet meenemen in ons XCOM War of the Chosen avontuur. We gaan terug naar de bridge. Door met scannen voor rookies. In de tussentijd wordt er ook een kamer vrijgemaakt voor ons op de Avenger. En die is nu klaar. En wat we hier kunnen doen is we kunnen een heleboel dingen bouwen die ons hevig van voordeel zullen voorzien. Maar ik denk dat ik meteen ga voor de Guerrilla Tactics School, omdat hij mij in staat stelt om een 5e en misschien wel een 6e squadlid aan te nemen. Plus hij kost niet al te veel. 85 supplies, we hebben er 127. Sure, ik doe het. En in de tussentijd gaat Paul Davies eraan werken. Hey, Paul Davies is ook iemand die geclaimd kan worden door een kijker van XCOM-derdag. Sure, als je Paul Davies wil zijn, laat het me weten. De kans dat je doodgaat is een heel stuk minder, want je gaat nooit mee op missie, dus daar heb je dat. Just saying.
Oké, de rookies zijn binnen. En dit zijn dus wederom ook rookies die we kunnen omdopen tot lieve kijkers. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, hé, ik wil Aziza wel zijn. Aziza Barotto, of Toby Robertson, of Alexandra Kuznetsova. Of Christine Watkins. Sure, het zijn veel dames. Helemaal prima. We kunnen ze gewoon ombouwen. En we gaan hier scannen voor een engineer, wat wel zo fijn is. Laten we dat snel doen. Ik wil missies in, maar de metagame is wat gerekter, omdat we dus voor die langere versie van het tutorial gaan. Maar daar komt nu een eind aan, heb ik het idee. Advent is the enemy. The enemy is food. Wacht, the enemy is food? Voedsel? You? Sure. Take their side? After all we've seen these years. Look, I'm not exactly having drinks with them, but they did hold up their. En dit is dus ook een nieuw onderdeel in War of the Chosen. Dit is een extra stuk verhaallijn met extra facties. En dit is dus bijvoorbeeld de leider van een van die facties. Die heel cool de webcam uit kan slaan met zijn hand op vuist. Wat is dat voor plugin voor XSplit? Dat was Konstantin Volokov, Volk to his friends. He and his Reapers are a big part of the reason why you're standing here today. Volk may be a little rough around the edges, but he's. Oh, wacht, dit was ik vergeten. We krijgen nu een missie waarin we de Reapers en de Skirmishers samenbrengen. Twee van de nieuwe facties. Die XCOM 2 ook even heel netjes laat zien van, hey, dit zijn alle toffe dingen die je kan met de nieuwe facties. Maar we gaan er dus twee bij elkaar brengen en hopelijk daarvan eentje meenemen in ons XCOM team. Volk's Reapers may have found you, but they weren't acting alone. They were tipped off by a group of Advent defectors known as the Skirmishers. No one's big on working with these guys. Leuk dat de game zelf ook gewoon gameplay beelden van zichzelf heeft. But you wouldn't be here without their help. Both the Reapers and the Skirmishers have agreed to suspend hostilities provided you serve as the go-between. Trust doesn't come easy between these two, so we're heading for a nice quiet spot on neutral ground. Neutrale grond is in dit geval ergens in Brazilië. Sorry, mijn topografie is echt way off. This area is weak and we're picking up strange chatter on comms. Not to mention we're ending a decade-long blood feud today. I'd advise our soldiers to be fully prepared. Voor zover ik me kan herinneren is dit een missie waar we niet alleen twee nieuwe facties te zien krijgen en hun krachten, maar ook de nieuwe Lost vijand gaan tackelen. Cartel of the Dark. Dude, dat is een dope filmnaam. Oké, dus dit is een missie waarbij we deze twee facties samen gaan brengen. Rendezvous with the Reapers. En we krijgen daar een scientist voor en intel. Intel is altijd fijn, scientists zijn altijd fijn. We zitten vroeg in de game, dus ik doe het vooral voor die scientist. Het zou gewoon fijn zijn als alle wetenschap net wat sneller gaat. We vliegen wederom naar East Asia. Wacht, kwamen we daar niet vandaan trouwens? Oké, we mogen twee squads meenemen en voor zover ik weet is dit een missie met de Lost en is het dus niet slim om explosieven mee te nemen. Dus ik ben helemaal oké met Marcel. Laten we Marcel meenemen. Dit is wederom een specialist, Daan. Zullen we Daan even verwisselen voor wat rookies of zo? Laten we bijvoorbeeld zeggen van, oh, ik wil Koen sowieso mee. Laten we Koen meenemen. Die er allereerst gewoon super vet uitziet. Oh, ik moet misschien ook even kijken of ze bonds kunnen maken. Kijk, hij kan bijvoorbeeld heel goed bonden met Leon. Wat ik op zich wel tof vind. Maar oké, we laten het even zo, want het zijn twee squads die we mee kunnen nemen. Dus we doen sowieso dit. Laten we hier nog niks upgraden. Laten we Marcel inmiddels wel even een upgrade voor zijn wapen geven. Edit. Weapon upgrade. Ja, we hebben een scope en een expanded magazine. De scope wil ik graag voor de sniper bewaren. De expanded magazine is eigenlijk het fijnst voor een grenadier. Gezien Marcel toch niet veel gaat schieten. Ik trek me terug, dit was niet slim. We laten deze squad gewoon zoals het is. We kunnen Wester meenemen, maar hij is een grenadier. En nogmaals, missies waar explosies niet slim zijn. Dus laten we... Wester, blijf even thuis. Je hebt notabene ook nog dat trauma om te verwerken. Laten we dan zeggen van, we nemen... ik vind dit Arkeo wil ik sowieso mee. En sorry Daan, we hebben een specialist. Ik wil meer klasses, dus laten we Lenny meenemen. Lenny en Arkeo, sure. Gaan we een van hun wapens upgraden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we de upgrades verlaten laten. Maar bij deze, laten we deze missie een keer beginnen. Leuk. We zijn inmiddels alweer 10 minuten in deze aflevering en we beginnen nu pas aan de daadwerkelijke combat. Sure. Het zij zo. Begin mission. Maar ik kan even niet zo goed herinneren of dit nou ook de missie is waar de Chosen daadwerkelijk hun intrede doen. Volgens mij wel.
En dan weet ik eigenlijk niet of het slim is om allemaal rookies mee te nemen als we onze eerste Chosen gaan battelen hier. En de game krijgt... Oh nee, oké. We krijgen een cutscene. Oké, sorry, maar ik vind Koen echt heel goed gelukt in deze game. Marcel op zich ook wel, maar Marcel, nogmaals, hij moet gewoon de psy-ops worden. Hij moet de mentale warrior van het stel worden. Ah. Diner. If you are hungry... There's more where that came from. Hey, het is de chick die ons gered heeft in het proloog. Impressive reflexes, but unnecessary. Stand down. We're all friends here. You are safe here. More so than you imagine. Dit is een seizoen van The Walking Dead wat ik nog moet kijken. We shall see if the same holds true for these skirmishers of yours. Your presence already disturbs them. We must move quickly. My people will take care of this camp. Come. En we nemen meteen Elena mee. Ik moet wel zeggen, de cutscenes zijn aardig extensive, of hoe je het ook wil zeggen. Ze zijn flink uitgebreid. Dat vind ik netjes voor deze uitbreiding. Direct route there. We don't know much about the skirmisher contact you'll be meeting other than his name. Mox. Mox. Praetor Mox. His death squads wiped out entire camps of my people in the first years of the war. Wat is het weer een Shakespearean verhaal? We gaan twee groepen bijeenbrengen. En ze mogen elkaar niet. Oké, dit is interessant. We krijgen dus Elena onder de knoppen. En Elena is dus een Reaper. En zij kan bewegen in the shadow. Wat eigenlijk wil zeggen, ze heeft een groter bereik als ze niet ontdekt is. Maar ze kan ontdekt worden door domme dingen te doen of door te schieten. Maar ze kan aardig sterk worden. Plus, ze heeft een claymore en de claymore is fantastisch. Alleen, nogmaals, dit is een missie met lost vijanden. Met elke explosie die we maken, komen er meer bij. Dus laten we niks met gekke bommen doen. Of in ieder geval proberen niks met gekke bommen te doen. Ik beloof niks. Gezien Elena of Dragonova een Reaper is en ze best wel een groot bereik heeft en niet zo snel gespot kan worden, is het vooral slim om haar gewoon meteen naar voren te gooien. En dan de rest te laten volgen. Koen, welkom. Welkom in XCOM. Kom lekker naar voren. Gooi je in het gevecht. Tot dusver is het goed gegaan. Niemand is gestorven. Ik wil het graag zo houden. Ja, hier hebben ze al de eerste lost vijanden. Basically The Walking Dead. No more time for regrets. We are not alone. Those things. They still look like people. What was human? Ik vind het leuk dat het Central wel een beetje van zijn apropos brengt. Ik bedoel, Central heeft al een heleboel shit meegemaakt, maar dit is wat hem zoiets heeft van... Oh nee, ze lijken nog op mensen. Oké, we hebben nu dus al schoten. En het leuke is, als je een Lost killt met een headshot, krijg je nog een actie. Wat basically ervoor kan zorgen dat je hele Lost groepen aan elkaar kan rijgen. En het is leuk, maar het kan heel lastig worden. Laten we dan even kijken, want dit is bijvoorbeeld een 66% kans van Koen. Wat heeft Marcel dan gehad? 72. Laten we Marcel even een klein beetje vooruit zetten. Hij hoeft ook helemaal geen cover te hebben. De Lost kunnen toch alleen maar slaan. Dus cover is ook nergens voor nodig. Oh, hier zijn er ook meer. Super. Oké, doei Marcel. Beter ga je een beetje mooie schoten maken. Oh, oké. Camera spaced hem uit. Je 82% voor een headshot op iets met twee health, sure. Oké. And we're off. Oké, het wordt uitgelegd, headshot chaining. Je kunt er meer aan elkaar rijgen, maar mind you, er moet op een gegeven moment ook herladen worden, dus... Nee! Wat? 82%? Ik dacht er niet eens bij na, ik dacht het moet wel lukken. Fucking Marcel, oh my god. Koen, ga Marcel redden. Het nare is dus als je mist, ben je die beurt wel kwijt. 76%, oh my god. Ik had misschien geen rookies mee moeten nemen. Ja, 68%, Koen kan het wel, Koen kan het wel. Hoppatee, Koen doet dat gewoon. Mooi. En hij heeft meteen zijn promotie te pakken. dat is wel zo netjes. Laten we Koen even snel op Overwatch zetten en kijken wat we met Dragonova kunnen doen. Want er zit hier dus nog een vijand. Als we hier gaan staan, kunnen we hem raken. Dragonova heeft gewoon een toffe sniper rifle.
die niet zoveel damage doet als een normale. Maar ze kan vaker schieten. Ze kan schieten na bewogen te hebben. En ze is revealed. Nou, oké, dat is minder fraai. Dus nu ziet iedereen haar. Then again, de Lost zijn niet enorm slim of zo. Dus je moet niet verwachten dat ze lijpe tactieken gaan hebben. Oh, ze zit daar. Laten we dan flankeren. Nee, het is gewoon... Ah, brains. Nu er even geen vijanden zijn, is het misschien wel slim om alvast wat reloads in te zetten. Dus Koen gaat even... Loopt een beetje vooruit, reload. Draganova reload even. En mag dan iets verder lopen. Of nee, even Overwatch. Straks stuur ik er met één actie te weinig een groep in. Is ook niet slim. Marcel naar binnen, naar de groene gloed. Die ontploft op miraculeuze wijze. En ook Marcel reload even. Er kunnen veel Lost aankomen. Ik wil gewoon niet straks te weinig kogels hebben. Ja, weet je wat, Koen? Ren maar even helemaal vooruit. Ook leuk dat ze gewoon door die lijken heen rennen. Oké, 5. 5? Koen zijn actie is nu wel verspeeld. En dat is naar. Want Koen staat het dichtst bij. En ik weet niet of de... Ik denk niet dat we heel fijn zicht op deze gasten hebben. Maar bijvoorbeeld Draganova kan al meteen beginnen te knallen. Gaan we dat doen? Gaan we niet even... weet je wat? Misschien moeten we Draganova eerst even een beetje vooruit zetten. Ze heeft hier 3 schoten in plaats van 2. Laten we dat doen. En dan mag ze beginnen te poppen. 87% low enemy. Daar zo. En het knalt meteen hun cover weg. Wat het hopelijk weer makkelijker maakt om ze neer te poffen. Lekker bezig, meid. Oké, nu is ze wel out of ammo. Maar er zijn er al 3 neer. Ain't even mad. I loaded these cartridges myself. Oh ja, dat zeg ik inderdaad ook altijd in het midden van het gevecht. Hey, ik heb trouwens deze munitie zelf in elkaar gezet. Ook Marcel heeft een schot. 72% Marcel, don't let me down this time. Lekker bezig. Nu is er dus nog eentje over. Die we niet kunnen zien. Geen van ons kan ze zien. Marcel heeft onze laatste beurt. Dus dat is basically een Overwatch gevalletje. En hopen dat hij dan... Het is een Lost. Natuurlijk komt hij vooruit om ons te slaan. Marcel, don't let me down. Oké. Gelukkig is hij niet in de mogelijkheid om aan te vallen. En dus krijgt Koen dit schot. Koen, oh, oh my god. Ik schrok. Koen zijn animatie ging echt zo van... Wow, ik ga trouwens echt helemaal over zijn hoofd heen schieten. We komen dichter bij de objective, maar dan zullen hier nog wel een heleboel Lost zitten. Dus, Koen... Nee, weet je wat? Draganova gaat Shadow in. Gratis actie. En Draganova kan nu een beetje scouten. Want als het goed is, zien ze haar niet, maar wij hun wel. Kijk! Dit zijn de acties die we moeten hebben. In dat geval... ik kan niet... 75% vind ik heel weinig. Draganova gaat een stukje verder vooruit. Ik denk dat er... Ja, kijk, hier is haar zicht enorm. Ze heeft nou geen actie meer. Oh shit, er zijn er daar ook nog? Oh, fuck. Oké, misschien heb ik Draganova iets te ver vooruit gezet. Laten we ze dan niet triggeren deze ronde. Want zodra ik hun naar buiten ben, dan shit hit the fan. Dus wat ik nu doe is... Ik gooi ze even op herladen en een stukje dichterbij komen, denk ik. Marcel even kogels. Gaat hier staan. Please trigger niks. Dat triggerde niks. Fantastisch. Koen ook herladen. En Overwatch voor de zekerheid. Volgende ronde pakken we ze. Ja, dat doen we. Ik ben benieuwd of Draganova, als ik ze trigger en ze rennen deze kant op, of ze Draganova dan meteen zien. Het zou wat minder fraai zijn. Maar we gaan eerst voor deze move. Nog niet getriggerd. Prima. Dan Overwatch nog een keer. Dan zal dit ze toch wel triggeren. Ja, kijk, daar gaan we. Ze hebben wel toffe ledjes in hun benen zitten. Oh, er komt al een Overwatch binnen. Tuurlijk. Marcel, het is een beetje 50-50 met zijn shots. Oké, ik denk dat ze... Kijk, ze hebben Draganova dus nog niet gezien.
En we zijn één beurt kwijt. Maar Dragunova kan als een malle hier gewoon gaan poppen. Dit gaat er wel revealen, maar Dragunova gaat poppen. Je ziet dat ook zo mooi bovenin. Met de animatie, kijk. Ik pop ze gewoon neer op point blank en ik ben niet revealed. Thanks, RNG. Mooie val. Oh, oké. Ja, definitief nu wel revealed. Naarmate je meer shots achter elkaar doet, krijg je dat natuurlijk ook. Oké, en dat waren al de kogels. Die ze zelf heeft geladen. Dus ze reloadt hem. En oh, ik mag nog meer? Oh, tuurlijk. Oh, ik had natuurlijk twee acties. Ik kan nog niet bewogen met haar. Oh, wacht. Ik ben haar nu heel erg veel punten aan het geven. Misschien moet ik Koen... Ik moet even gaan kijken of ik Koen wat XP kan gaan geven met wat kills. Hij is natuurlijk al een rang omhoog, dus hij krijgt nu zijn klasse. Maar alle XP is welkom. Koen... Koen, ik ben blij met je toevoeging in het team. We gooien hem op Overwatch. En Dragunova mag van mij... alvast op de extraction point gaan staan. Of sorry, meeting point. Koen! Koen! Koen. Ik had niet moeten zeggen dat ik heel trots was op Koen. Oké, oh my god, ze kunnen het net niet halen. In dat geval... Koen krijgt zijn tweede kans op deze boy. Met zijn laatste kogels. 74%, kom op. Daar zo. Biological readings. Ja, oké. Dus dit waren alle lost. We hadden sowieso geen countdown of zo. Dus we staan hier gewoon goed. Moeten er dus wel nog een extra beurt over doen om op dat punt te komen. Maar dit gedeelte van de missie is goed gegaan. Geen casualties. Niemand überhaupt gewond. Fantastisch. Oké, dan herladen we nog even snel. Zet de Koen op point. Dragunova herlaten we snel. Ik weet niet of je ammo meegaat naar het volgende stuk van de missie. Dus ik denk dat dit slim is om te doen. Hetzelfde geldt voor ons aller koppers, Sam. Reload maar. En ga op de extraction point staan. En zodoende. Dat is het eerste gedeelte van de Lost and Found missie. Die we definitief wel hadden aangeklikt in het beginmenu. We'll be there. Jongens, dat was het voor deze ex-conderdag. We gaan volgende week door met de andere helft van deze missie. En dan hopen we heel snel meer nieuwe mensen mee te kunnen nemen. En ja, nogmaals, laat het weten als jij een van die nieuwe rookies wilt worden. Want ik krijg straks de mogelijkheid om gewoon nieuwe rookies aan te nemen. Dus daar gaan we gewoon keihard mee aftrappen in de volgende aflevering, neem ik aan. Mits we deze volgende missie kunnen voltooien. De cutscene begint alvast, maar het wordt een cliffhanger, jongens. Dit was het voor ex-conderdag. De derde aflevering alweer. Bedankt voor het kijken. Laat me weten wat je ervan vond. Tom, out. Bigger problem here.